En ze liggen klem. Zeugen liggen in een box. Dat is van oudsher zo. Ik denk in een welvarend land als Nederland dat, dat wij echt wel, ook op dierwelzijn, altijd stappen kunnen blijven zetten. Het kan natuurlijk altijd beter, dat is met alles zo. Want ik bedoel, je hebt een verschil tussen Europese wetgeving waar we aan moeten voldoen. Maar dan komt er zo'n wet dieren overeen, waarvan je denkt, ja, alleen in Nederland kunnen we dit verzinnen. En dat zorgt er ook voor dat je gewoon geen gelijk speelveld meer hebt. Kom maar. Ze denken waarschijnlijk, Bart doet het zelf maar. Ja, ze hebben er geen zin in vandaag. Hij is lager nog fijn uit te rusten en dacht dat het nog regende. Maar het is weer droog, dus ze kunnen wel naar buiten. Is dit nou hoe jij graag je varkens houdt? Ik vind dit wel een mooie manier van varkens houden. Ook dat ze hier door de modder kunnen voeten en dat ze ook weten waar ze het voer kunnen halen. Maar als jij dieren houdt, is het heel belangrijk dat je kijkt naar... ze eten me ondertussen een beetje op. Ja. wanneer is het dier tevreden? En een varken is tevreden als hij goed verzorgd wordt en water en drinken tot zijn beschikking heeft. En of dat nou buiten of binnen is, dat kan wat mij betreft allemaal als hij maar goed verzorgd wordt. Ja, geloof je dat echt? Hebben deze het niet echt veel gezelliger zo buiten, lekker in de modder, alle ruimte? Ik denk dat ze het binnen misschien nog wel fijner hebben, want daar is het lekker warm en daar hebben ze een vast klimaat. En hier, als het buiten koud is, dan is het hier dus ook koud. Dus misschien hebben ze het binnen nog wel beter dan buiten. Bart Steeging is varkensboer in Badmen en houdt zowel binnen als buiten varkens. Deze varkens verkopen we zelf die buiten lopen en dat is gewoon een klein aandeel. Omdat we niet meer afzet hebben. Maar stel, consumenten willen echt vlees van buiten varkens, dan kunnen we ook meer varkens buiten gaan houden. Maar dat is dus wel iets duurder, omdat je meer kosten hebt. Het is gewoon minder efficiënt. En daar staat het kostenplaatje tegenover. En die moet gewoon betaald worden. Steeging is ook bestuurslid bij het Overijssels Agrarisch Jongerencontact. En volgt de discussie rondom het vergroten van het dierenwelzijn nauwgezet. Maar wat is dierenwelzijn? Dat is een hele goede vraag en ook gelijk een hele ingewikkelde. Wat we eigenlijk als wetenschappers van oudsher doen, is dat we kijken naar dierenwelzijn vanuit het voorkomen van lijden. Het voorkomen van stress, verwondingen, pijn. Dat is waar we eigenlijk heel veel van weten ook. Wat we eigenlijk zien in de huidige veehouderij is dat, dat die is ingericht vanuit een principe gericht op economische en praktische haalbaarheid. En dat we eigenlijk in de dierwaardige veehouderij zeggen, we willen nog meer ruimte voor dat soort eigen gedrag. Dus we willen meer ruimte dat een varken kan vroeten, dat een kip kan scharrelen en dat een koe ook voor haar kalf kan zorgen. En dat zijn principes die nu nog niet altijd terugkomen in de houderij, dus waar nog aandacht voor zou kunnen zijn. Ja, de koeien hebben weliswaar een nummer om, maar het zijn voor mij geen nummers. Ik weet van bijna alle koeien wie de vader is, welke dochters we hebben lopen, wat de moeders daarvoor waren. En dat zorgt ervoor dat je een band hebt met koeien en dat je precies weet van hoe een koe reageert. De ene is wat schrikkerig, de andere is heel dominant. En de andere is een beetje duwerig. Precies. Je weet graag. Ja. Dus op die manier zijn het voor mij helemaal geen nummers meer en heb ik er ook werkelijk wel een band mee. Melkveehouder Bart Achtereekt uit Holte zegt dat boeren echt wel nadenken over het dierenwelzijn. Ja, boeren denken juist aan het dierenwelzijn en aan het welzijn van de koe in dit geval. Omdat wij tenslotte melk moeten produceren. En een koe die zich goed voelt, die wil melk produceren. En een koe die zich niet goed voelt, die stopt met melk geven. Bepaalde veranderingen en regels die op stapel staan, vindt hij nog wel een praktische uitdaging. Stier bij de koe vind ik voor mezelf een uitdaging, omdat het ook met mijn veiligheid te maken heeft. Komt enigszins in het gedrang. En kalf bij de koe is in dit, met een roostervloer en met lichtboksen, best wel lastig in te vullen. Omdat ik niet zou weten waar het kalf dan zou moeten liggen. En als je dat systeem aan zou willen passen, zijn er wel andere stalsystemen mogelijk. Alleen die vergen wel een grote investering. En op dit moment hebben we daar het geld niet voor. We willen best wel investeren in dierenwelzijn en in verbetering van dierenwelzijn. Alleen naar ons idee moet dat stapsgewijs en zou dat ook betaald moeten worden.
En het liefst uit de markt. We weten nu in ieder geval dat er op korte termijn een aantal dingen aan zitten te komen. Wat betreft een koeborstel en dat je een kalf na 7 dagen niet meer een individuele huisvesting mag hebben. En dat een koe een aparte afkalfstal nodig heeft. Dat zijn op korte termijn dingen die vrij eenvoudig te realiseren zijn. Aangezien we dat hier ook al hebben. Als wetenschapper proberen wij eigenlijk zo goed mogelijk inzicht te geven in wat heeft dat dier nou nodig. Dus wij proberen te kijken naar vanuit de evolutie van dat dier, vanuit het gedrag van het dier en vanuit de fysiologie, dus de binnenkant van het dier. Hoe kunnen we nou bepalen wat dat dier nodig heeft? En dan proberen we ook advies te geven voor hoe die stalsystemen eruit zouden moeten zien. Of wat je in elk geval zou willen doen om dat dier zo goed mogelijk tegemoet te komen. Dus wat zien we als ondergrens voor een waardig bestaan van een dier? En je ziet dat dat ook in de tijd verandert. Dus wat we nu zien is dat mensen in de maatschappij, maar dus ook in de politiek, het belangrijk vinden dat we dieren een goed leven bieden. En daarbij dus ook steeds meer ruimte willen voor ook die positieve ervaringen. Welk gedeelte van het bedrijf zijn we nu, Bart? We zijn nu in de kraamstal. Hier worden de biggetjes geboren. Hier liggen de zeugen, die moeten werpen. Nou, dus deze die krijgen als het goed is deze week de biggetjes. En ze liggen klem? Zeugen liggen in een box. Dat is van oudsher zo. Dus toen werden er allemaal systemen bedacht. Zodat het dierenhouden wat efficiënter werd. Maar ook dat er minder uitval was. Dus dat de zeug niet zo snel bovenop de kleine biggetjes kan gaan liggen. Hier vinden mensen wel wat van, hè? Als de zeug klem zit, zeg maar. Nou, hij zit niet klem, want hij beweegt gewoon. Maar je kunt het zien als een soort kraambed. Als de biggetjes groot genoeg zijn en we scheiden de zeugen en de biggen weer, dan komen de zeugen weer in een grote groep. Ik denk in een welvarend land als Nederland dat wij echt wel ook op dierwelzijn altijd stappen kunnen blijven zetten. Het kan natuurlijk altijd beter, dat is met alles zo. Jonge boeren willen daar ook wel wat mee doen. Daar willen daar ook zeker wel in investeren. Er wordt heel veel gesproken, gelukkig in overleg over het convenant. En ik denk dat voor de politiek, maar ook voor de sectorpartijen heel belangrijk is. Dat je als boer zijnde weet waar je aan toe bent. Jonge koeienboer Bart praat in Overijssel actief mee over de herinrichting van het platteland. De stapeling van regelgeving en wetten vindt hij soms niet realistisch. Waar halen we het allemaal vandaan? En hoe gaan we dat allemaal doen? Want ik bedoel, je hebt een verschil tussen Europese wetgeving waar we aan moeten voldoen. En dat gaat veel over het provinciaal plan. Maar dan komt er zo'n wet dieren overheen. Waarvan je denkt, alleen in Nederland kunnen we dit verzinnen. En dat komt er nog eens even bij. En dat zorgt er ook voor dat je gewoon geen gelijk speelveld meer hebt tussen Europa en Nederland, zeg maar. En daar maak ik me wel zorgen over. Ja, als ik bij de jonge boeren ben, dan zeggen ze van we willen heel veel, maar we weten soms ook niet hoe. En hoe is het praktisch haalbaar? Wat zou je tegen hun kunnen zeggen? Ja, ik denk dat we nu op een punt zijn waar het heel belangrijk is dat er politiek keuzes worden gemaakt. Maar dat we ook met elkaar gaan kijken door middel van onderzoek. Hoe kunnen we nou de slag maken van de principes naar de praktijk? En daarin zijn heel veel verschillende keuzes te maken. Is er ook niet altijd één goed of één fout? Dus welke keuzes hebben we daarin en hoe gaan we die dan zo maken dat we ook een praktisch toepasbaar systeem creëren? Met een dierwaardig bestaan? Met een dierwaardig bestaan, ja.